Toen ik het bestuur vroeg, wat gaan we doen met het jubileum? Gaan we een extra krant maken? Of gaan we een magazine maken? Of gaan we een boek maken? In een krant wordt, zoals u natuurlijk ook weet, wordt de vis verpakt. En die wordt dan weggegooid. Een magazine die bedaart in een krantenbak. En dan gaat het grotendeels verloren. Maar een boek die gaat in de boekenkast. En blijft voor altijd bewaard. Veel informatie die ik moest zien te achterhalen uit het verleden, met foto's waar geen namen of teksten bij waren, daar heb ik van ons oudste nog in leven zijnde lid, erelid Romzwemmen, 94 jaar oud, hier in ons midden. Over de geschiedenis van de club hoef ik hier niet verder te vertellen, want dat vindt u terug in het boek. Niet alleen Egmondia, maar ook de Zeemeeuwen en Egmondse Boys worden hierin uitvoerig beschreven. Natuurlijk staan wij ook stil bij de vele kampioenschappen die Egmondia heeft gehaald. Vooral het kampioenschap van 1956 was er een om van te smullen. Alkmaria vierde haar 60-jarig jubileum en had in de kampioenswedstrijd tegen uitgerekend Egmondia aan een gelijkspel genoeg om hun jubileum extra glans te geven en hun promotie af te dwingen. Egmondia daarentegen zou bij winst het kampioenschap binnenhalen. Honderden Egmonders gingen naar het sportpark op de paardenrenbaan om hun club aan te moedigen. Het wonder geschiedde. Egmondia won met 3-1 met doelpunten van Arie Zwanenburg en Wim Koopman. Groot feest in Egmond natuurlijk. En een domper op de feestvreugde in Alkmaar. Mooi was het ook toen ik driekwart van het boek erop zat en in het oude huis van Jan Koelink, een oud bestuurslid, een oud trainer, die ook bij de oprichting aanwezig was, in de Troelstraweg tussen zijn plafond in de verbouwing een pak papier tevoorschijn kwam. Het pak papier was aangevreten door de muizen en met allemaal oude nota's van Egmondia van vlak na de oorlog. Toen het boek gereed was, kwamen mensen nog naar mij toe met allerlei foto's aanzetten en boekjes uit het verleden. Ik nam ook deze attributen met een glimlach aan en zou kijken wat ik er nog mee kon doen. Een paar gemeentebladen van de Oud-Katholieke Kerk in Egmond en Zee en omgeving kwamen helaas te laat in mijn bezit. Tini Blauwboer dacht dat ik er nog wel wat aan kon hebben. Want vroeger, voor de oorlog, werden de nieuwtjes en voetbalverslagen in een kerkblad beschreven.